Zijn jullie gered door de zoomer? Ja, misschien wel. Ik weet het niet. Ja, als de zoomer gaat en de scheidsrechter fluit en Tefik schiet hem erin en ja, hij keurt hem af. Dus ja, ene kant misschien wel gered. Andere kant had je hem ook gewoon over de streep moeten trekken, denk ik. Maar dat doen we niet. Wat dacht jij zelf over of die wel of niet op tijd viel, dat laatste doelpunt? Ja, zelf denk ik op dat moment, shit, doelpunt. Weet je wel, zonde. En ik hoorde wel een fluit. Maar er was zoveel lawaai, zoveel kabaal. En je bent zo gefocust op dat moment. Ja, dat je dat eigenlijk niet echt door hebt. In je heel bewust, zeg maar. En ja, op dat moment denk je, ja, zonde. Dat is het enige wat je denkt. En dan zie je dat hij hem afkeurt. En dan denk je van, ja, kom je goed weg. Als keeper heb je overzicht. Heb je ook kunnen zien dat deze wedstrijd van heel hoog niveau was? Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat iedereen genoten heeft. Ik ben natuurlijk ook een soort van toeschouwer. Beetje. Net als NS. Staan wij op doel en... ja, het spel was mooi om te zien. Van twee kanten, echt goed voetbal, hoog niveau en ja, veel mooie goals, denk ik. Het zag er ook vanuit de keepers uit. Het leek net of elke bal het doelpunt was, maar elke bal was ook gewoon super scherp. En ja, het was echt het maximale allemaal. Dus het was onwijs gaaf, denk ik, om te zien. Ja, want jij krijgt als keeper er zelden zes tegen. Heb je dan nog een zure nasmaak? Ja, tuurlijk. Als je, nou, voor mijn gevoel, ja, zijn die zes goals... Ik had er sowieso wel drie moeten hebben, denk ik. Dat waar ik me eigenlijk wel echt schuld van geef. En dat is wel jammer. Vorige week viel het allemaal mijn kant op, zeg maar. En nu net niet. Dat is gewoon echt zonde. Wat voor waarde hecht jij aan de uitslag? Nou, nu nog weinig. Je bent ongeslagen, nog steeds. Met de 6-6. En dat is in ieder geval... wij hebben goed gespeeld. We zijn wat gehavend. We missen twee, drie jongens. En er zijn een paar jongens nog niet helemaal fit. Dus ja, weet je, bij ons kan het alleen maar beter gaan, denk ik. En ja, we moeten dit gewoon meenemen, dit niveau vasthouden. En ja, zorgen dat we deze lijn kunnen doortrekken en eigenlijk alleen maar beter worden. Wat vind jij? Zijn dit met afstand de twee beste ploegen van Nederland? Oh, dat weet ik niet. Moet je niet aan mij vragen dat soort vragen. Ik geniet gewoon elke dag en elke week als ik met die jongens mag voetballen. En ik hoop dat zo lang mogelijk te mogen doen. En ja, als wij als favorieten worden gezien samen met Knooppunt. Ja, het zou kunnen, maar... Weet je, TPP heeft ook goed gespeeld tegen Knooppunt. Ja, er zijn meer ploegen die ook gewoon leuke voetballers hebben. En die gewoon ook gewoon goed kunnen voetballen. En we zijn net begonnen. Weet je, dit zijn de eerste wedstrijden pas. Dus. Die instelling heeft er misschien ook mee te maken dat jij pas een jaar erop hebt zitten als eerste keeper op dit niveau bij Hovo Cubo. Hoe is dit voor jou gegaan? Want inmiddels ben jij niet meer weg te denken uit het doel. En is zelfs de bondscoach behoorlijk naar je geïnteresseerd? Ja, dat is alleen maar leuk natuurlijk. Daar doe je het voor. Ik train ook gewoon mijn hele leven al. Vanaf de 16e ben ik elke dag ben je al aan het trainen. Twee dagen, zeg maar, zes dagen in de week ben je met voetbal bezig. En dan is het eindelijk leuk dat je op doel staat. Kijk, als je een goede keeper voor je hebt. Hiervoor had ik bij Hovo Cubo Ronald voor me. En ik kom bij Malene vandaan en had ik altijd Peter Rozenbeek voor me. Ja, dat zijn ook gewoon twee toppers. En ja, als je dan nu... Ik krijg nu mijn kans en die heb ik gegrepen vorig jaar. En ja, ik hoop dat ik mag blijven staan. Dave Stedt hoort ook in het rijtje topkeepers thuis. Dat zijn jouw woorden. Ik doe gewoon mijn best en ik vind het leuk. En als mensen dat zeggen over mij is alleen maar een mooi compliment. Jammer dat ik vandaag niet echt heb kunnen laten zien. Maar dat lag misschien ook aan andere dingen. Ik weet het niet. Thanks.